Welkom bij de WTCB-webinars. Omdat het tijdelijk onmogelijk is om onze trainingen persoonlijk te geven, bieden wij online sessies aan. Deze sessie gaat over BIM in een project en meer in het bijzonder over het BIM-protocol. Het kadert binnen een reeks webinars rond BIM, waarbij in de eerste sessies de focus ligt op de definitie en het begrijpen van BIM, om nadien dieper in te gaan op specifieke thema's binnen een project. Deze webinar is opgedeeld in vier delen. We beginnen met de conclusie van de vorige webinar, dat een overzicht schetst van de verschillende BIM-documenten. Vervolgens overlopen we de belangrijkste thema's waarom de afspraken dienen gemaakt te worden en wat dus best in zo'n BIM-protocol moet staan. Nadien wordt de leidraad die gemaakt is door het WTCB om dergelijk BIM-protocol op te stellen, namelijk het Belgische BIM-protocol, besproken. Ten slotte schetsen we nog kort het verschil qua inhoud met het BIM-uitvoeringsplan. We starten dus met de samenvatting van de vorige webinar, dat een overzicht van de verschillende BIM-documenten bij een project schetst. Hier werd besproken over het vooraf maken van afspraken rond het BIM-proces, zodat projectpartners weten wat van hen verwacht wordt. Deze afspraken worden gebundeld in het BIM-protocol. Afspraken zorgen voor een kwalitatief project dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever omtrent BIM. Deze eisen worden beschreven in het BIM-visiedocument. Het BIM-protocol dient natuurlijk rekening te houden met het BIM-visiedocument. Het BIM-protocol bevat de algemene afspraken en omschrijft de algemene verantwoordelijkheden voor het project op gebied van BIM. Hoe deze afspraken in de praktijk zullen uitgevoerd worden, wordt beschreven in het BIM-uitvoeringsplan. Dit document vormt een aanvulling op het BIM-protocol en is een evolutief document. Het BIM-uitvoeringsplan kan verwijzen naar algemene BIM-modelleerrichtlijnen, die beschrijven hoe een BIM-model dient opgebouwd te worden. In deze webinar gaan we ons focussen op het BIM-protocol. Hiervoor beginnen we met de inhoud van zo'n BIM-protocol. Wat staat er nu eigenlijk allemaal best in zo'n BIM-protocol? Voor eerst is het belangrijk dat de verschillende BIM-doelen en BIM-toepassingen van de verschillende projectpartners op voorhand gekend zijn, zodat de andere partijen hiermee kunnen rekening houden en dat BIM optimaal benut kan worden tijdens het project. Zo zou de aannemer misschien VRD BIM willen toepassen, dit wil zeggen de koppeling van tijd of planning aan het BIM-model. Indien dit vooraf gekend is, kunnen andere partijen daar rekening mee houden. Dergelijke BIM-doelstellingen en BIM-toepassingen kunnen omschreven worden in het BIM-protocol. Deze van de opdrachtgever staan reeds omschreven in het BIM-visiedocument, waarnaar verwezen kan worden. Een tweede belangrijk thema is de uitwisseling van informatie. Naast elkaars BIM-doelen te kennen, is het ook belangrijk om op voorhand te beschrijven welke soort informatie, onder welke vorm, wanneer en door wie aangeleverd moet worden om het BIM-proces goed te laten verlopen. Zo weet elke partij op voorhand wat van hem of haar verwacht wordt en kan de werklast ingeschat worden. Zo worden discussies rond onvoorzien werk vermeden. Ten slotte dienen ook nog algemene afspraken gemaakt te worden in het kader van het BIM-proces en informatiebeheer. Wie zal bijvoorbeeld de rol van BIM-procesmanager op zich nemen? Dat is de partij die het BIM-proces in goede banen leidt. En wie zal dit doen voor de rol van BIM-coördinator? Namelijk de partij die de globale coördinatie tussen de disciplines organiseert en controleert. Ter informatie, voor meer uitleg over deze BIM-rollen, verwijzen we graag naar de desbetreffende webinar. Of welke commentaten environments, met andere woorden centrale platformen, zullen gebruikt worden tijdens het project om informatie uit te wisselen en te beheren? En wie zal deze platformen organiseren? Of een laatste voorbeeld, welke BIM-gerelateerde vergaderingen zullen voorzien worden om het BIM-proces in goede banen te leiden? Dan komen we aan het derde deel van deze webinar, dat gaat over het Belgische BIM-protocol. Het is een referentiedocument opgesteld door het WTCB voor een BIM-protocol van een project op te stellen. Enerzijds willen we met het WTCB projectpartners helpen bij het opstellen van een BIM-protocol.
Ook al ken je de grote lijnen van wat er best in staat, zoals bijvoorbeeld daarnet kort toegelicht, toch is het niet altijd evident om eraan te beginnen. Anderzijds wil je uniformiteit over verschillende projecten heen brengen. Het is namelijk niet evident om voor elk project een totaal anders opgebouwd BIM-protocol te moeten hanteren. We willen wel graag duidelijk melden dat men wel kan vertrekken van dit document, maar dat het expliciet de bedoeling is dat dit document verder aangepast wordt in functie van de vereisten van het project. BIM-protocol dient een projectspecifiek document te zijn. Het Belgische BIM-protocol kan je in twee verschillende soorten bestandsformaten downloaden. Enerzijds een Word-bestand, dat je als template kan gebruiken, en anderzijds een PDF-bestand met extra uitleg bij de template. Bij het PDF-bestand bevat de rechtse pagina steeds de template en bevat de linkse pagina de extra uitleg. Zoals daarnet reeds aangehaald, dient dit document als basis, als vertrekpunt, maar dient het projectspecifiek te worden aangepast. Bovendien is het Belgische BIM-protocol zeer uitgebreid, waardoor er waarschijnlijk ook wel zaken dient te schrappen die niet van toepassing zijn. Het document is gratis te downloaden op bimportal.be en is in het Frans en het Nederlands beschikbaar. Na de algemene uitleg over wat er idealiter in zo'n BIM-protocol hoeft te staan, kan u misschien de vraag stellen, maar wat staat er dan eigenlijk in zo'n BIM-uitvoeringsplan? Dit wordt hier kort toegelicht. Voor een meer gedetailleerde informatie rond het BIM-uitvoeringsplan verwijzen we graag naar de volgende webinar, namelijk de webinar rond het BIM-uitvoeringsplan. We hadden bijvoorbeeld gezegd dat een globaal overzicht moest afgesproken worden in het BIM-protocol rond wie, wat, wanneer dient aan te leveren op gebied van informatie. In het BIM-uitvoeringsplan gaan we een stapje verder en beschrijven we elke informatieoplevering of aan te leveren bestand, zoals een bouwinformatiemodel of een ander document, met bijvoorbeeld de bijhorende naamgevingen. Een ander voorbeeld gaat over de gebruikte common data environments of centrale platformen. Zoals eerder gezegd, wordt in het BIM-protocol best beschreven welke platformen gebruikt zullen worden en wie deze zal beheren, zodat iedereen zijn werklast op voorhand kan inschatten. In het BIM-uitvoeringsplan gaat men dan weer een stapje verder, door hier te omschrijven hoe deze common data environments georganiseerd worden, bijvoorbeeld welke folderstructuur zal toegepast worden en welke metadata hoeft voorzien te worden. Het besluit van deze webinar houdt in dat het noodzakelijk is om goede afspraken op voorhand te maken om tot een optimaal BIM-proces te komen. Om de bouwprofessionals te helpen bij het opstellen van dergelijke afspraken, heeft het WTCB een structuur van verschillende BIM-documenten en enkele leidraden hiervoor opgesteld. Het Belgische BIM-protocol, waar voornamelijk afspraken neergeschreven worden die doorheen het project niet meer wijzigen en die de werklast van de verschillende projectpartners mee bepalen, werd hier besproken. Binnen een bepaald project legt dit document bijvoorbeeld onder andere vast wie verantwoordelijk is voor welke informatie en wanneer deze aangeleverd dient te worden. Maar elk project is anders en deze afspraken dienen projectspecifiek aangepast te worden. Het Belgisch BIM-protocol kan hier als een goede vertrekbasis dienen. We nodigen u ook uit om onze andere modules te raadplegen. Voor meer informatie kunt u ook onze website over BIM bezoeken op het volgende adres: www.bimportal.be. Bedankt en tot een volgende keer!